Voor 2010 was het zo dat mantelzorgers direct bij ons kwamen. Wij waren toen nog het steunpunt mantelzorg. En mantelzorgers kwamen bij ons met vragen over ondersteuning van bij hun mantelzorgtaken. Ik denk dat het heel goed is dat er precies gekeken wordt naar wat de vraag van de mantelzorger is en dat je daarop afstemt. En het WMO-loket die heeft de functie van informatie en advies overgenomen. Dus dat stukje komt bij het WMO-loket. En het gevolg is dat er mensen bij Versa mantelzorgondersteuning weg moeten. Aanvankelijk hadden wij vooral te maken met het steunpunt mantelzorg. Ik kan je zeggen dat die in het begin niet erg blij waren met deze ontwikkeling. Want er is natuurlijk een enorme terugval in het aantal diensten wat ze gingen verlenen, is er opgetreden. Ik geloof dat er iets in het eerste jaar 50% minder vraag was. Dus dan schrik je enorm als organisatie, want je hebt wel mensen in dienst. En wat wel is aangepast is dat de organisatie kleiner is geworden. En dat men zich is gaan afvragen van ja, moet dit nog wel onze core business zijn? Of moeten we het op een andere manier gaan organiseren, bijvoorbeeld samen met het welzijnswerk. En daar is in Huizen toen ook voor gekozen. Het verschil met name in 2010 is gemaakt dat er ook meer gekeken gaat worden van het netwerk van de klant, en de eigen kracht van de klant. Hoe wij te werk gaan is dat wij bij de mensen op huisbezoek gaan. Dan gaan we kijken van oké, waar ervaart u problemen bij verschillende levensdomeinen? Is er een netwerk? Hoe wordt die netwerk ingezet? Hoe ervaart die netwerk dat? En waar heeft u ondersteuning vanuit de WMO bij nodig? De gemeente gaat er ook van uit dat de mantelzorg ook veel meer eigen kracht en eigen netwerk. Nou, is iedereen het mee eens natuurlijk. Alleen wat ik in de praktijk zie is dat zwaar en overbelaste mantelzorgers juist heel weinig netwerk hebben. En de eigen kracht ontbreekt op een gegeven moment ook juist omdat ze zo zwaar en overbelast zijn. En die mensen komen nauwelijks bij de gemeente. We hebben onlangs ook zelf een meting gedaan en toen kwamen we op 750 overbelaste mantelzorgers. En ik denk dat we daarvan ondertussen een best grote groep in beeld hebben. Maar ook niet lang niet allemaal. En dat is ook helemaal niet erg, want daar zullen ook veel mensen tussen zitten die zelf ook wel naar een bepaalde vorm van ondersteuning komen. En het is natuurlijk ook een illusie dat je ze allemaal als gemeente moet kennen. Het probleem zit erin, is dat als mensen zich in mantelzorgen voelen en ze hebben ook niet door dat ze zelf ook ondersteuning kunnen krijgen om die zorg vol te kunnen houden, dat ze dan overbelast raken en dat ze dan uiteindelijk dus zelf eigenlijk net zulke zware zorg nodig hebben als degene voor wie ze zorgen. Dus ik vind het niet het meest interessante dat je die cijfers kent. Het interessante is dat mensen bewust zijn, vooral mantelzorgers, dat zij ook ondersteuning kunnen vragen. Maar ook dat mensen er in het gesprek achterkwamen dat ze zelf eigenlijk heel veel aan de oplossing al konden doen. En dat ze daarvoor niet afhankelijk waren van hulpverlening. Dat ze, was voor heel veel mensen gewoon ook een hele plezierige ervaring. Van ja, je hebt toch eigenlijk wel de regie zelf in handen. Nou, de klant die bepaalt, want wij werken persoonsvolgend. Dat houdt dus in dat op het moment dat de klant een vraag heeft voor mantelzorgondersteuning, de klant van ons een soort van een persoonsvolgend budget krijgt waarbij die op zoek kan gaan naar de mantelzorgondersteuner. En de klant bepaalt bij welke organisatie die aangemeld zou willen worden. En door breder te kijken met de vraagsturing zie je veel meer en dan kan je gerichter en beter eigenlijk de klant helpen. Dat wordt heel vaak gezegd, ja, u vraagt, wij draaien. En zei ik, nou, je kunt beter doen, u vraagt, wij draaien, dan dat we draaien voordat er een vraag is. Dat is veel malen duurder. Wij zien dat niet. Wij zien eigenlijk niet nauwelijks claimgedrag. Mensen komen met, als je echt kijkt naar hun vraag, dan vragen ze echt wat nodig is. En dat is vraagsturing. Maar uiteindelijk is je taak dus ook als consulent en beleidsmedewerker gewoon signaleren. En dus ook van de instellingen die het uitvoeren, signaleren van nou, wanneer heb je nu weer voldoende mensen die dezelfde soort vragen hebben en dat je daar dan weer aanbod op kan creëren. Wat miste dus? Ja, daar hebben we wel als gemeente meer regie in genomen en ook nu directe zicht op, omdat we zeggen van ja, wij willen de klanten kennen,
Want wij blijven eindverantwoordelijk. We zijn niet verantwoordelijk voor die daadwerkelijke inzet. Maar we zijn wel eindverantwoordelijk voor of onze inwoners goed geholpen zijn. En dat hebben we wel veel dichter naar ons toe getrokken. Wat de mantelzorger ervan merkt, is dat hij eerder in beeld komt. Kijk, voordat de situatie uit de hand loopt. En dat is eigenlijk het fijne van de vraagsturing. Door al die levensdomeinen door te nemen, dan zie je van oké, u doet dat voor uw partner en u doet dat ook. En dat doet u ook erbij. Hoe gaat het met uzelf? En daardoor komen de mensen eerder in beeld. Om overbelaste mantelzorgers te vinden, te bereiken, dat is natuurlijk altijd een taak ook van onze... Van de instellingen die hier in huizen opereren. Want dat stukje preventieve. Zij zijn de ogen en de oren van op de straat. Hè. Zij zitten in de buurtcentra waar ze natuurlijk veel mensen zien. Dus dat is heel erg een belangrijke signalerende functie. Ik denk wel dat we daar voornamelijk ook in moeten investeren. Is dat mensen elkaar helpen. Ik denk dat het heel goed zou zijn om samen met mensen van het WMO en mensen van het welzijnswerk en andere organisaties te kijken wat heeft ieder nou te bieden aan de mensen. En dat je daar nog meer dan nu al gebeurt uitlegt van wat precies de situatie is, wat je te bieden hebt. En dat je daarin meer gaat samenwerken in de zin van, goh, de een heeft hier zijn deskundigheid, de ander heeft daar zijn deskundigheid. En dat het heel goed is om te kijken, waar we het steeds over hebben, wat is de behoefte van de mantelzorger? En je moet vooral niet van alles gaan aanbieden, maar wel in contact komen met de mantelzorger en aansluiten bij de mantelzorger. Ik denk op zich wel dat er wel voldoende wordt samengewerkt. Dat horen we ook wel terug. Van aan de ene kant ben je wel elkaars concurrenten, omdat je allemaal... Met zo'n persoonsvolgend budget hebt. Maar je ziet wel, en dat was eerder ook al zo, is dat ze zich wel gespecialiseerd hebben op een andere doelgroep. En op die manier zitten ze elkaar ook niet in de weg, maar kunnen ze ook hun eigen expertise uitbouwen. En dan is het ook helder dat je, wanneer je kan samenwerken, als je duidelijk een profiel hebt. Dat mensen echt vanuit de beste intenties producten en activiteiten zijn gaan ontwikkelen. Het is echt vanuit de goede intentie geweest. En als je dat realiseert, ga je ook anders met organisatie in gesprek.